Zouden we dat beter? Zou het beter zijn? Of? Sorry, ik heb je vraag niet meegekregen. Van geboorte af aan dat je de keuze kan nemen om inderdaad geen medicatie te nemen. Weet je? Je kan kiezen van nee, ik wil dat mijn kind dit niet krijgt. Maar ja, daar word je natuurlijk wel verteld dat je enkele risico's oploopt. Maar zou dat voor jou beter uitkomen? Ja, ik zou zeggen van wel. Maar de huidige situatie, dan neem ik bijvoorbeeld het voorbeeld van mijn kleine neefje. Ja. Die zeg maar, heeft een diagnose, hebben ze gesteld dat hij ADHD heeft. Op al geboorte af aan? Zeg maar, hij is nu 5 jaar. En ja. Het is inderdaad een best wel energiek kind. Ja. En ze hebben dus vastgesteld dat hij ADHD heeft. En nu dwingt de school waar hij op zit. Ja. Die dwingt zeg maar zijn moeder, mijn zus, die wordt gedwongen om hem pillen te geven. Om dus ADHD-pillen te geven. Zodat hij wat rustiger wordt. Want als hij dat niet doet, dan wordt hij niet meer toegelaten op diezelfde school. We hebben het over een 5-jarig jongetje. Ja, precies. Ja. Zeg maar, de keuze voor de moeder is van, ga ik hem naar een speciale school sturen waar hij eigenlijk niet thuis hoort? Nee. Of geef ik hem die pillen, zodat hij in ieder geval naar een openbare school toe kan? Kijk, want er zit ecstasy in die pillen. Nee, ik weet niet wat er allemaal in zit, maar hij zegt zelf, in zijn eigen woorden, die snoepjes maken me wel rustig. Dus zeg maar, ja, er zit wel iets in wat zijn bloedomloop en zijn adrenaline aantast. Wat eigenlijk, toen ik 5 jaar was, was ik ook zo spastisch als hij. En ik kreeg af en toe een klap, of ik ging sporten, of whatever. Maar er was een uitlaatklep voor die adrenaline. Juist. En vandaag de dag wordt er te snel gegrepen naar medicatie. Ja, dat vind ik, ja, oké. Okay. Vinden jullie dat ook? Of, ja, ik vind dat